Ja, degene die eigenlijk altijd in de vuurlinie staat, is uiteraard de man of vrouw met de camera. Een van onze cameramensen is Fons Bosma. Fons, je had dienst op 1 januari van dit jaar. En dat is een dienst die je niet snel zal vergeten. Je ging naar een ernstig ongeval in Delft. Ja, het was een hele ernstige ongeval. Het ongeval was zo erg dat ik trof eigenlijk een chaos aan. Een auto op zijn kant, brandweer, hulpdiensten, politie. En uiteindelijk ook een reanimatie die 3 kwartier geduurd heeft. Met als resultaat dat de bestuurder van de auto doodgegaan is. Ja, en dat gebeurt dan voor je ogen. Je staat daar met je camera om dat ongeval te registreren. Ja. Lukt dat dan ook? Kan je dan professioneel blijven? Nou, op dat moment wel, want je moet de camera pakken en eigenlijk de beelden draaien. Want je weet gewoon dat er een programma gedraaid moet worden. En het moet ook uitgezonden worden, dus je kan natuurlijk niet zonder beelden thuiskomen. Ja, niets menselijks is je natuurlijk vreemd. Nee. Dus ook jij hebt daar last van, neem ik aan. Wanneer komt die klap dan? Nou, het komt meestal achteraf. Meestal als je in de stilte bent of je zit na te denken. Of je zit de hele gebeurtenis zit je na te kauwen. Nou ja, dan ga je dus wel bepaalde dingen zitten bedenken. Heb je ooit zo'n heftige gebeurtenis meegemaakt? Hè? Nou, ik heb wel heel veel dingen meegemaakt. Best wel heftige dingen. Maar zoiets dat je zo'n reanimatie ziet, ja, dat had ik nog niet zo van dichtbij gezien. Nee, en dan moet je als cameraman ook heel erg nadenken. Even je gevoel uitzetten en denken, hoe ga ik dit in beeld brengen? Want je moet ook een bepaalde afstand houden. Ja, je moet wel een bepaalde afstand houden. Kijk, je gaat niet de hele reanimatie in beeld brengen. Ik bedoel, kijk, wat belangrijk is dat je de schade ziet. Je ziet de hulpdiensten, allerlei soorten activiteiten rond zo'n ongeluk. Maar daadwerkelijk het doodgaan van de bestuurder, daar blijf je toch een beetje op afstand. Ja, want als kijker zien we vaak dergelijke beelden voorbij komen. Ja. Je moet je realiseren dat er altijd een cameraman of cameravrouw ook aanwezig is die dat allemaal moet registreren. Ja. Praat je daar nou over ook met collega's? Want je zegt, we zijn nu bijna een jaar verder. Ik denk er nog dagelijks aan. Nou, dagelijks, zeker maandelijks wel. Praten met collega's, ja, je zegt er misschien iets over, maar ik denk in de regel niet. Dus je verwerkt het. Denk ik. Ja, je moet het maar zo zien. Je denkt erover en dan ga je over tot de orde van de dag. Want een dag later sta je weer, ja, hoe cru het ook is, misschien wel bij een voetbalwedstrijd of bij iets leuks. Ja, dan is het weer totaal anders en dan gebeuren er ook weer een hoop dingen. Goed. Ja. Ik wens je een mooi en nieuwswaardig 2012 toe, Fons. En blijf mooie beelden voor ons maken. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel.